Ja, dat is een videocamera. Oh, jij praat ook met volle mond. Peter, heb jij je glas bier al op? Heeft het al gesmaakt? Wacht. Ik wil niet eigenlijk op dat soort foto's. Nee, dit is ook geen... Jolanda, dit is geen foto. Dit is geen foto. Dit is een filmpje, is nog erger. Ja, nou sta je erop. Ja, helaas. Je plaatst het er meteen. Ja, meteen op YouTube gezet. Any other engine, it's an A4 class locomotive. We're going to have all six remaining A4s on the site. Want die hadden wat vertraging en mijn god, daar baal ik van, omdat ik nu 10 minuten minder bij je blijven kan. De conducteur komt langs, jonge voeten van de bank. Hij vraagt mijn kaart, waar ga je heen? Nou, ik ga naar mijn lief toe, is dit de goede trein? Hij zegt, het staat niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Dat het een stationhal is uit 1874. Toen is dit station ook dus gebouwd. Alleen, de schilderingen zijn niet origineel. Die zijn origineel nagemaakt. Want na de renovatie kwam men erachter dat achter al dat mooie pleisterwerk zat nog heel veel schilderwerk. Maar om dat weer te renoveren, naar voren te halen en weer terug te brengen in zijn oude staat, het kostte te veel tijd en te veel geld. Dus heeft men gekozen om een kopie te maken en die over de pleisterlaag heen te schilderen. Wat u nu ziet is toch een stukje dus originele schildering. Die men wel naar boven heeft gehaald om te laten zien wat achter de witte pleisterlaag nog meer ziet. Hier ziet u het tegentablon van de allereerste trein die in Nederland reed. Het was in 1839. Die reed van Amsterdam naar Haarlem. En op dit tableau ziet u de Arend, dat is de eerste stoomlocomotief, met op de bok John Middlemiss. John Middlemiss was de eerste Engelse machinist die meekwam met de Engelse locomotieven om Nederlanders op te leiden tot machinisten op een stoomlocomotief. En het is, zoals je ziet, de centrale hal. En vroeger was er heel veel onderscheid tussen eerste, tweede en derde klas. Als je binnenkomt nu, de centrale hal, is links de derde klas. En hier zo rechts is de eerste en tweede klas. Ze hadden ook een eigen toiletten en een eigen ingang en uitgang en ook een eigen restauratie. In 2005 is het helemaal dus gerestaureerd, teruggebracht in de oude stijl. Sinds 1874 en 2000
is het 100 keer gemoderniseerd en alles werd dichtgetimmerd en een vierde zat erin. Nou ja, gemoderniseerd hebben ze helemaal afgebroken. En naar aanleiding van oude tekeningen weer helemaal teruggebracht in de oude stijl. Kregereng, 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 kregereng. Station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Er rammelt plots een kar, roept een juffrouw koffiethee. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. U staat hier in de eerste, tweede gecombineerde wachtkamer. Eerste, en u ziet wel het verschil. Ik begin al met pakket, behang. Het is allemaal wat chiquer. Leren banken, schoorsteen, open haard. En ja, je ziet echt wel het verschil. Als je hier zit, dan was je iemand. En als je aan de andere kant zat, dan was je gewoon een derde klas juffie. Ja. Want het was een derde klas juffie. Het was eerste klas dames en heren. En derde klas vrouwen en mannen. Het is allemaal in het Frans, want in die tijd, bourgeoisie, Français, dat was de taal. Dus als je deftig wilde zijn, dan deed je alles in het Frans. Ja. Dus alle oude spoorkaarten zijn allemaal in het Frans. Grappig, hè? De Koninklijke Wachtkamer, daarna had er twee, hè? Ja. Staatsspoor, Hollandspoor, Vlissingen had er eentje, Amsterdam. Heeft er nog één? En Baren heeft er. Vlissingen, omdat de koninklijke familie wel eens met de boot wegging. Of hoogwaardigheidsbekleders met de boot aankwamen. En dan, want de wachtkamer werd eigenlijk gebruikt als ontvangstkamer. De koninklijke familie hoefde dus nooit te wachten. Want ja, de treinen die hadden altijd voorrang. Hè? Ja. Alle internationale treinen die stopten als de koninklijke trein aankwam. Ja, het enige wat niet origineel is, dat is de bekleding. Dat is mohair vloer. Dat is met... Maar dit hebben ze ook allemaal aangebracht. Dit is ook allemaal meegekomen. Ja. Wow. Hoe vind je die verwarming? Ja. Ja, dat is niet origineel, hè? Ja? Het is wel origineel, maar je kan het nu nog kopen in Zuid-Italië. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus weet je, ze hebben het wel zoveel mogelijk kunnen... origineel. De houten panelen zijn ontworpen door Muttens. En Muttens was diegene die ook de eerste klasjutter van de Titanic ontworpen. Oké. Okay. En dat schilderij is van Westerbeek. Speciaal dus gemaakt voor deze wachtkamer. Omdat de koninklijke familie wilde als de buitenlanders kwamen. Dat men dan het Hollandse landschap zag. Ja. Nou. En de heren. Dus eerste klas. Ja. Alleen wat de heren niet weten, is dat de dames eerste klas zitten. Want we hebben echte oude poepdozen. In het middelste toilet zijn nog de originele tegels van het Koninklijke Toilet uit Amsterdam. Dus wij zitten eerste klas. Ze noemen ons vrouwen. Jullie zitten derde klas, of jullie staan derde klas. En wij noemen jullie heren. Ellen, kan jij hem even testen? Geweldig. Leuk, hè? Ja. Helemaal groot. Ja. Kregereng, 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 kregereng. Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen. En ik zie haar nog niet staan. Maar van achter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht. Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet.
zitten. Dank u wel. Maar dit is dus de eerste elektrische trein, 1910, Rotterdam-Scheveningen. En dit treinrijtuig is naar een model van een Amerikaans model. Het heeft geen eerste klas, maar dit is een tweede klas en een derde klas. Oké. Nou, en dan mag je even zitten en dan doe ik eventjes mijn verhaal zoals ik dat met, met mijn rondleiding ook altijd doe, hè. Want waarom werd dit lijntje aangelegd? De Rotterdamse reders die wilden graag in Wassenaar wonen. Maar er was geen treinverkeer behalve dan wat locomotieven. Dus zei de Zuid-Hollandse Elektrische Spoormaatschappij, weet je wat, ik leg een lijn aan Rotterdam-Wassenaar. Dan hebben we dingen, nou goed, elektrische trein. Ze waren eerst op wisselstroom, later op gelijkstroom. En elektrische verlichting, elektrische verwarming onder de banken. Dat was hartstikke luxe. Totdat je, en hier ook, hè, is lekker zacht, hè, totdat het als het zo 20, 22 graden werd, waren dus deze rijtuigen waren helemaal leeg. En waarom? Deze zittingen waren toen de tijd gevuld met paardenhaar. En paardenhaar, dat konden ze wel schoonmaken, maar niet echt zo schoonmaken dat alle lozen, luizen, vlooien en al het ongedierte eruit werd gehaald. Dus als het een beetje warm werd, en dan ging dat kriebelen. En dat doe je maar één keer, dus je kocht dan een kaartje. Nou, tweede klas, hè, naar Scheveningen. Ja. En dan stapte je uit en dan konden de mensen uit de derde klas dan zien, oh, die is zeker voor de eerste keer met dit treintje mee, want ze stonden anders al. Er was toen eigenlijk met het begin van de Parijse wereldtentoonstelling, toen begonnen wat spoormaatschappijen die zeiden, joh, weet je wat, als ik nou een paar slaapwagens achter jouw treinkoppel, dan kunnen de mensen langere treinritten maken en dan kunnen ze slapen. En zo is eigenlijk de compagnie de Wakonlie ontstaan. Om te zien of zij daar staat. Kregereng,